Podcast 81 NOC NSF geeft badminton Nederland het advies geen investeringsplannen in te dienen. Staat de toekomst van badminton op Papendal nu op losse schroeven? We hebben het erover samen met Michiel Kruijt, Franklin Telwin en Michael Loos. Ja, mannen, zoals jullie weten ben ik thuis heftig aan het verbouwen door de waterschade. Daardoor merk je wel eens iets niet op. En dit keer was het mijn camera die gewoon helemaal leeg is. Dus vandaar dat je een zwart vlak ziet op mijn plek. Maar gelukkig de camera van, in ons geval Kroemie en Franklin, is wel gewoon volgeladen. Welkom Michiel en Franklin. Ja, ik schrijf mijn webcam gewoon aan op de computer. Ja, zou je zeggen. Ja. Maar alles staat hier echt overal, dus... Denk ook dat de kijkers het alleen maar fijn vinden, hoor, dat ze jou niet zien. Tuurlijk, nee, dat begrijp ik ook. Dus ik denk een beetje mee. Introduceerde je jezelf nou? Ja, dat is een beetje eigenaardig, hè? In de derde persoon. Ja, klopt. Ja, niemand anders doet natuurlijk die intro-gesprekjes op... of die intro's maar Franklin Telwin vindt dat prima, hoor. Ja, ja. Nee. Michiel Kruijt heeft er zijn bedenkingen over. Oké. Zo fijn om weer terug te zijn, jongens. Jongens, minder leuk, hè, dit keer? Ja, we zijn verrast met z'n allen. Verrast? Ik was niet verrast, hè? Dat was de berichtgeving natuurlijk, hè? Nou, oké. Okay. Ja. Maar misschien moet je even vertellen waar we het over... Heel badminton Nederland is verrast. Heel badminton Nederland is verrast. Moeten we vertellen waar het over gaat, Michael? Ja, dat is goed. Ik lees even een klein stukje voor. Iedere vier jaar, samen met de Olympische Cyclus, bekijkt NOC-NSF de verdeling van de middelen voor de topsportprogramma's. Dit jaar bestaat het proces onder andere uit de analyse voor de topsportprogramma's en hun kansrijkheid. En op basis daarvan brengen ze een advies naar de sportbonden uit. Komt er eigenlijk op neer dat NOC-NSF zegt, doe maar niks indienen bij ons qua investeringsplan. Het wordt waarschijnlijk gewoon een nee. En die kwam wel eventjes aan, geloof ik, bij BNO. Ja, dat heb jij goed gezegd inderdaad. Want het is niet zo dat we het geld niet krijgen. Het is wat jij zei. Er wordt geadviseerd vanuit NOC-NSF. Dien maar niet eens je investeringsaanvraag in. Want de kans op slagen. Dus hoe dat dan werkt... sowieso even over de middelen, hoe dat verdeeld wordt. NOC-NSF verdeelt middelen over de sportbonden. En het is ook best wel interessant om te weten waar die middelen vandaan komen. Een groot deel daarvan is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ja. Dat zou logisch zijn, maar wat ik ook wel verrassend om te weten was dat de andere grote bijdrager aan die fondsen is de Nederlandse Loterij. En daarom zie je ook al hun uitingen, zeg maar, bij alle grote toernooien van de bond. En die twee geven eigenlijk ten eerste een basisbijdrage aan alle bonden. Dus met de informatie die ik heb, volgens mij wordt daar niet aan getort. Basis, dat krijgt iedereen. Welke informatie heb je dan? Want dan praten ze over bedragen. Gaat het over bedragen? Ja, is goed. Ik wil het weten. Hoeveel dinero's hebben we het over? Dit hadden we ook weer moeten voorbereiden. Ik overval je een beetje. Maar, ja. Ik weet wel de topsportbegroting, maar ik zal ook de normaal. Dus je hoort me typen, maar ik zal zo. Ik heb het wel. Komt goed. Maar vinden we het. Zoek jij dat ondertussen even uit? Vinden we het niet een beetje eigenaardig, Michiel? Dat er vooraf al wordt gezegd: hey, is niet zo'n goed plan om iets in te dienen. Moet je gewoon niet aan beginnen, want het wordt waarschijnlijk een nee. Dat vind ik wel heel netjes van het NOC-NSF. Dan hoef je ook niet helemaal moeilijk zo'n rapport te gaan schrijven, wat natuurlijk verschrikkelijk werk is. Als ze wel van tevoren zeggen, je kan een rapport indienen, maar je krijgt het geld toch niet. Dat is toch fijn. Hoef je het ook. Het is in ieder geval fijner dan dat je het helemaal je best doet om zo'n rapport te schrijven van waarom jij vindt dat je wel geld moet krijgen. En dan als ze zeggen van je krijgt geld toch niet. Ja, dus jij zegt eigenlijk, gooi die handjes er als eerste uit, want daar bespaar je het snelst op. Welke handjes? Degene die het rapport zou schrijven. Ja, ik neem aan dat er niet één iemand bij badminton Nederland werkt die alleen maar dat rapport schrijft, één keer per jaar dan, zeg maar. Ja. Maar het is toch niet heel verrassend dit, lijkt me. Nou, ik zat daarover na te denken, Michiel. En we hadden het er al over in de WhatsApp-groep. Hè. Wat wel eigenaardig is natuurlijk, is... Ik ben gewend dat je wordt beoordeeld op de prestaties die je op dat moment hebt geleverd. Ja. En we hebben het niet heel slecht gedaan als Nederland zijnde de afgelopen vier jaar.
Europees kampioenschap. Als je het verder kijkt naar de afgelopen meerdere Olympische Spelen, hebben we het juist heel goed gedaan. Want ja. Er is natuurlijk ook een tijd geweest dat er helemaal niemand naar de Olympische Spelen ging. Precies. En wat jij zegt, als we ook nog eens naar EK kijken, dan heb je het gewoon eigenlijk best wel oké gedaan. Ja, dat dacht ik dus ook. En maar wat gebeurt er dus in, nu? In de gemengd dubbel zelfs heel erg goed gedaan. Ja. Heb je echt een wereldtopper, of tenminste een wereldkoppel. En daarom ja, is het wel gek om te zeggen van, ja, jullie hebben met dit programma een top 10 koppel van de wereld, Europees kampioen afgeleverd, een koppel wat medaillekansen heeft bij de Olympische Spelen in Parijs. Maar we zien er geen fiducie in, dus jammer, het geld is weg. Ja, maar volgens mij raak je hier dus een belangrijk punt, want wat er staat is, op basis van de focuscriteria en richtlijnen, wordt getoetst welke sporten een reële kans maken op een mondiaal podium binnen 4 tot 8 jaar. Dus ja. Er wordt juist niet gekeken naar historie. Het is alleen maar vooruitkijken. Dus dat we het goed hebben gedaan en zelfs op dit moment goed doen met een Olympische deelname, dat behoort dus niet tot de richtlijnen. Nou, nu heb ik heel erg mijn best gedaan om uit te zoeken, maar wat zijn die richtlijnen dan? Maar daar kwam ik niet zo snel achter. En dat vind ik wel lastig. Ik weet niet of dat zo transparant is. Nou, ik snap wel waarom de Nederlandse Loterij een sponsor is. Want het is toch een beetje gokken, toch? Wat ze ja, doen. Dat is een mooie, Mike. Nee, maar ik vind het wel bizar, jongens. Ik bedoel, je hebt goed gepresteerd, maar we denken niet dat je het in de toekomst nog gaat doen. Maar jij hoeft niet een master bookmaker te zijn om zelf te snappen van, nou, Robin stopt. Dat is het enige koppel wat nu naar de Olympische Spelen gaat. Mm-hmm. De rest zit er allemaal ja, enorm ver van verwijderd. Als je kijkt naar world ranking en prestaties de afgelopen jaren. Ja, dan... Ben ik niet met je eens, Michiel. Ja, ik durf jou niet heel snel te corrigeren. Maar, ja, doe Mark, vooral. Mark zat er heel dichtbij. Maar hoe bedoel je, zat er heel dichtbij? Nou, afgelopen periode van de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Ja, maar dan zit je weer naar historie te kijken, Maar hij zat er ook niet heel dichtbij. Ten eerste, hij zat er niet heel dichtbij. En ten tweede, inderdaad, is dat historie. Wel heel recente historie, jongens. Nee, maar hoe dichtbij zat hij er dan? Nou ja, van wat ik begrepen had, was er nog een klein kansje dat hij alsnog zou gaan. Ik zeg niet dat hij medailles gaat pakken daar. Ja, oké, hij had natuurlijk het jaar daarvoor had hij op een matchpoint had hij het binnen. Nee, maar ja. Michael, je moet wel heel erg letten op het zinnetje. Welke een reële kans maken op een mondiaal podium binnen 4 tot 8 jaar? Ja. Dus Mark kan er wel heel dichtbij hebben gezeten of die heeft nu nog een goede ranking. Maar heeft hij dat over 4 tot 8 jaar nog steeds? Nee, dat begrijp ik. Maar jij weet begot niet wie er over 8 jaar welk talent er opstaat, wat er gaat. Dat weet je gewoon, dat is te ver weg. Nee, en wat ik dan graag had willen zien is, misschien hebben ze daar wel een bepaalde, ik zeg niet een formule voor of zo. Of dat ze kijken naar huidige wereldranking en dan maken ze daar een, stippelen ze dat uit of zo. Dat kan ik dus helaas niet vinden. Maar als je kijkt naar de wereldranking van degene die we nu hebben, en dat extrapoleer je naar 4 tot 8 jaar, ja, dan komen zij tot de conclusie, een panel van experts, dat het dus niet waard is. Wie zit er in dat panel? En ben jij nou ja, en daar kom ik dus ook niet achter. Ja, weet je wat, ik denk dat het anders zit, jongens. En ik ga nu een beetje speculeren. Denken. Ja, een beetje speculeren. Maar er is een nieuw politiek landschap. En badminton is niet de enige die er aangaat. Er zullen meer sporten volgen die dit slechte nieuws krijgen. Waaraan deze onzichtbare criteria ten grondslag liggen. En niemand zal peilen waarom ze eruit geflikkerd worden. Maar ze worden er gewoon uitgeflikkerd, want het geld is op. Tenminste, NOC-NSF schijnt nog zat geld te hebben. Maar het wordt niet uitgegeven nu. En het politieke landschap leent zich er ook niet voor dat ze geld willen doen naar sport en cultuur. Het is allemaal nu wat agressiever geworden. We hebben met z'n allen gestemd. En wij zijn geen politiek podcast, hè, laten we daarover over uit zijn. Maar het heeft de gevolgen dat het nieuwe kabinet wat er zit gaat komen. Dat die andere maatregelen gaat treffen. Andere budgetten aflevert. En andere richtingen heeft. Misschien niet gek. Dit is wel tinfoil heads opzet hoor. Dit is een beetje een complot. Vind je? Vind ik ook heel erg. Want, het is aangekondigd ook, hè, jongens. Maar ze zijn nog geen eens rond. Mm-hmm.
Maar het is wel aangekondigd dat er veel minder geld naar sport gaat. Er stond een maand geleden al een stukje in de krant over dat sporten zich zorgen maken. Ja, ja, is dus, ook logisch. Dus. Maar ik vind het wel interessant wat jij zegt met out-of-the-box denken. Want we focussen ons nu allemaal in onze social media uitingen op de focuscriteria. Van, nou ja, ze beoordelen dat wij geen kans maken op het podium. Maar er zijn nog meer eisen. Je moet ook bijvoorbeeld je hebt echt hele specifieke deadlines waarop je bepaalde stukken moet inleveren. Ik weet niet of dat allemaal op de juiste manier is aangeleverd. Dat weten we niet. We gaan er nu maar van uit dat dat zo is gedaan. Jeroen heeft het antwoord op onze vragen. Ja, ja, altijd weer Jeroen, hè? Ja, dat is fijn. Nee, zeg het maar, Jeroen. Maar jij bent van het voorlezen, ah, ja, Michael. Volgens mij wordt er een groeimodel gebruikt uit Denemarken voor de topspelers. Het panel bij NOC en NSF zijn all case managers, die anoniem stemmen. Ja, dus het is niet transparant. Ja, dat is raar toch? Ik bedoel. Weet je wat ik ook zo eigenaar vind? Ja, ik ga een beetje bitch hoor vandaag. Maar wat ik ook zo eigenaar vind, is je bouwt iets op in Nederland. Sporten gaan erop leunen. En dan hoor je zo een beetje zo, ja, via een achterdeurtje, last minute, van ja, je gaat geen geld meer krijgen. En dat hele model wat er omheen gebouwd zit, waar mensen gewoon werken, hè, met vaste salarissen, waar sporters op leunen, dat wordt in één klap eronder uitgeslagen. Vinden we dat nou een beetje raar? Maar het is toch logisch dat je aan de ene kant, dat je krijgt nog steeds subsidie, alleen minder. Dat is wat je zegt. Mm-hmm. Ja, dan heb je gewoon twee scenario's nodig. Van dit is wat we doen met dit geld, als we dit geld wel krijgen, en dit is wat we doen als we dat geld niet krijgen. Dat lijkt me niet heel moeilijk, toch? Ja, maar dat is niet doorgerekend. Ze hebben vier scenario's uitgerekend, had onze vriend Russel bekeken. En geen van die scenario's, daar was het geld van NOC en NSF niet in meegenomen. Cool. Bij BNR. Dat is apart, want je weet niet zeker dat je het krijgt. Het is een beetje doet me denken aan voetbalclubs die alvast begroten dat ze de Champions League halen. En dan ineens vijfde worden en geen Champions League halen. Dus dat geld allemaal niet binnenkrijgen. Dan moeten er allemaal mensen vertrekken. Nou ja, je hebt wel zoiets als gewoonterecht, noemen ze dat in Nederland. Ik heb daar ooit zelf een keer met een personeelslid wat mee aan de hand gehad. En als je jarenlang iets hebt gekregen, dan heb je er blijkbaar recht op. Maar dat geldt dus hier niet voor. Nee, dat geldt hier niet voor. Want het is van het begin duidelijk dat anders werkt natuurlijk. Dat je daar elke keer jaarlijks een subsidie voor moet handhaven. Ja, ik heb net een nieuwe functie ontdekt, jongens. Je kunt dus de chat in deze stream gewoon wat leuk, hè? Mooi. Jeroen Joost zegt... Ik weet niet of de mensen op YouTube het ook zien, maar... Ja, uiteindelijk wel, als we het erin gooien. Maar de begroting van 2024 blijft dus gehandhaafd. Ja, maar dat wisten ze wel. Ja, 24. Maar het gaat natuurlijk om de toekomst. Ja. Ja, en wanneer moeten ze... Kijk, want de kans bestaat nu dus dat ze van Papendal af moeten. Dat het niet te handhaven is. Ja, dat kan. Dus, maar wat ik wel apart vind, ook met die deadlines, Michael, je moet volgens mij je eerste plan moet je in september aanleveren en dan heb je nog een deadline in november. En dan zouden ze nog vragen kunnen stellen en dan kun je dat aanpassen in februari en in maart. Dus er zijn wel al momenten geweest waarop in ieder geval iemand van BNL contact heeft gehad met NOC en NSF. En als je een vraag krijgt en je moet iets aanleveren en je moet iets extra aanleveren, dan weet je al... Er is iets aan de hand. Weet je, dit gaat niet heel soepel. Ja. En dat die beslissing dan op 1 juli, of vorige week of twee weken geleden valt, van ja, wij geven een negatief advies, dat kan geen verrassing zijn. Want er zijn al minimaal drie deadlines geweest, waarop je al signalen hebt ontvangen. Het kan alleen maar een verrassing zijn als ze daarvoor allemaal positieve signalen hebben gehad. ja, dat kan. Toch? Of je hebt een bord voor je kop. Ook dat zou kunnen, ja. Dat is natuurlijk niet... We hebben het, net zoals elke andere bond... Hè, we hebben het gewoon over een hoop mensen... die zich natuurlijk heel hard inzetten... om topsport te blijven doen. Dan kan ik me voorstellen dat in een wereldje... waar het toch al moeilijk is om geld te krijgen... en geld te regelen, sponsoren en een dure maatschappij... dat dit toch wel heel hard aankomt. Ook al kon je er een beetje van uitgaan dat het wel ging gebeuren. Ja, maar Michiel, even inhoudelijk. Kan jij je vinden in de uitspraak van NOC en NSF? Ja, tuurlijk. Dat is eigenlijk al wat ik net zei. Als ik zelf tussen aanhalingstekens kenner daar geld op zou moeten zetten, zou ik ook
twijfelen of ik geld zou inzetten dat over 4 jaar iemand uit Nederland op de Olympische Spelen badminton zou te spelen. En over 8 jaar? Ja, dat is bijna onmogelijk om te bedenken over 8 jaar. Want ja, er zou nu iemand van 10 kunnen zijn. En er zijn enorme talenten van die begin tienerjaren zijn in Nederland. Dan heb je nog echt geen flauw idee hoe ze zich... kunnen ontwikkelen. Hè? Je hebt zo'n Matt de Kool en Sarah Staats, zeg ik het goed? Ja. Dat waren ook de meiden die volgens mij in de finale heel makkelijk Nederlands kampioen werden bij het NJK. Ja, je kan nu zeggen van ja, die zie ik over 8 jaar wel op de Olympische Spelen staan. Maar ja, dat is echt nergens op gebaseerd. Ja. Ik had trouwens wel begrepen dat het bestuur van BNL in december nog alle zijn op groen had staan. Ja. Maar goed, ja, dat is ja. Maar is het nou echt zo'n aderlating? Misschien is dit wel alleen maar goed. Want ja, ik heb niet echt een heel positief beeld over Papendal de laatste jaren. Dat is ook waar, ja. Ja, en het is natuurlijk al eerder gebeurd. Hè? Robin zei dat mooi in een interview. 12 jaar geleden is het ook al een keer gebeurd. En ik had begrepen dat Selena had ook wat gezegd op Papendal. Een beetje tegen de spelers. Dat eigenlijk niet altijd even erg was dat gebeurde destijds. Dat ze ook wel wat minder drukte doorvoelden. Dat het allemaal wat soepeler ging. En dat ze het zelf gewoon oplosten. Dus het is niet het einde van de wereld. Wat er gewoon zou gaan gebeuren nu, op het moment dat ze niet meer op Papendal kunnen blijven, verdwijnen er wat faciliteiten, zoals een krachttrainer, een fysiotherapeut, dat soort mensen, waar ze altijd naartoe, een voedingsdeskundige. En dat moeten ze dan gewoon extern gaan zoeken. En ja, dan gok ik dat degene die het niet kunnen betalen, het hopen dat hun ouders het betalen. Maar dat betekent niet dat de faciliteiten altijd verdwijnen. Kijk, ik zal Mark maar als voorbeeld nemen. Mark kan jou als voorbeeld nemen. Ja, die deed het in zijn beginjaren ook allemaal zelf. Die vond, ik train niet genoeg. Die zat toen ook nog maar gedeeltelijk op Papendal. Hè. Die trainde bij de Bas, heette dat toen nog 's ochtends. Ja. Die trainde nog veel op zijn club. En die vond, ik doe te weinig. Ik wil sterker worden, ik wil fitter worden. Dus ik ga privé ook nog heel veel krachttraining doen. Nou, toevallig had hij een broer die personal trainer. Heeft hij nog steeds trouwens, die broer, gelukkig. Ja. Hij heeft 2 broers. Maar die broer van hem was toen personal trainer. En daar kon hij ideaal personal training bij volgen. Maar tegenwoordig is dat toch helemaal geen groot probleem. Kijk, als jij er echt voor wil gaan en je wil super fit worden, dan ga je zorgen dat je super fit bent. Dan heb je niet eens een sportschool voor nodig. Ga extra hard lopen, ga opdrukken, ga oefeningen thuis doen. Misschien komen hierdoor juist wel de mensen bovendrijven die het, waarvan het diep van binnen zit, dat ze die Olympische Spelen willen halen. En dan wordt het niet meer zo makkelijk aangereikt, waardoor ja, je ook een soort luiheid creëert. Wat denk jij daarvan, Franklin? Nou, wat ik ervan denk is dat, Michiel, jij weet ook wel, in onze tijd, hè, zeg ik dan, in onze tijd, ging je helemaal niet intern. Nee, Papendal. Ik mocht sowieso niet naar Papendal, hoor. Jij mocht daar nog af en toe zijn. Ja, ik mocht niet wel naar Papendal. Ik was daar sowieso niet welkom. Nee, maar dus in die tijd dat wij ook successen gekend hebben, dat hele op Papendal zitten en fulltime bezig zijn met je sport, dat was helemaal niet het geval. Je ging wel veel trainen en je had nog wel lokale georganiseerde trainingen vanuit de bond. Hè? Je had een district, had je, ja, een steunpunt. En dan ging je af en toe naar het nationale. Dat is dan 1 of 2 keer in de week. En pas daarna kwam de mogelijkheid om om in te wonen bij Papendal. Maar de sport heeft sowieso heel lang zonder daarmee gedaan. En toen is het ook gelukt. Dus dit is absoluut niet het einde van topsport in Nederland. Ja, maar wat is er gelukt? Want we zeggen net, joh, Olympische Spelen, we hebben er maar een aantal die het gehaald hebben. En we hebben het hier over, en dat vind ik ze eigenaardig, ook hoe ze dat zeggen, de kans op medailles. We hebben bijna nooit kans gehad op medailles in badminton. Dus het is een beetje een rare criterium. Mondiaal podium, hè? Dat is het.
De officiële zin is de kans op mondiaal podium binnen 4 tot 8 jaar. Ja, en dan hadden ze het over de wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen. Nou, sorry, op allebei de podiums hebben wij niks te zoeken. En dat toch komt eigenlijk omdat de ambitie... Ja, dat is niet waar wat je zegt. Tuurlijk heb je dat wel, want je hebt een damesdubbel die heel hoog gestaan heeft. En je hebt nu een gemengd dubbel die heel hoog staat. Eens? En Olympische Spelen en een wereldkampioenschap, dat zijn veel zwakkere toernooien dan al die superseries. Dus daar heb je, het is een vaag begrip, een reële kans. Wat is een reële kans? Is dat 1%? Is dat 20%? Wat mij irriteert is kans op medailles. Dat betekent dat je bij de 3 beste moet zitten. Ja, bij de 4 beste, want er wordt geen derde, vierde. Maar de afgelopen 4 jaar was die er toch? We hebben, sterker nog, met de aankomende Olympische Spelen ook. Ik zou zeggen, reële kans is er. Eens? Maar heel eerlijk, voor de komende 4 jaar zie ik die niet. Nee, maar als je het voor de komende 4 jaar weghaalt, dan zie je hem over 8 jaar waarschijnlijk ook niet. Ja, maar NOC-NSF gaat niet, het is geen hulpje, het is geen sponsor. Dat snap ik, maar het is heel raar om een bedrag, het ging over 3,5 ton of zo, hebben we in mijn hoofd. Ja, 3,5 ton in 1 keer weg te trekken. Heel eigenaardig. Terwijl je wel die faciliteiten al die tijd geboden hebt. Het is niet eigenaardig, want de ambitie die hieronder ligt is dat NOC-NSF wil dat Nederland tot de top 10 sportlanden ter wereld wordt. En dan hoor je er als sport erbij en je gaat eraan bijdragen of niet. En als je er niet aan kan bijdragen, dan gaan ze het geld ergens anders aan uitgeven. Ja, maar ik snap niet dat je alles wegtrekt. Dat snap ik niet. Dus dat je zegt, ik ga jullie minnen, ik ga jullie korten, dat begrijp ik. Je weegt het af, maar dat je alles in 1 keer wegtrekt, vind ik eigenaardig. Trek je de stekker uit de sport in mijn beleving. Jij had een soort staffel gewild of zo. Ik had gezegd, nou, we gaan dien een investeringsplan in. Maar de kans is groot dat je mij de helft krijgt. Of weet ik veel wat. Maar 100%? Ik begrijp wel, over 4 jaar weer nieuwe kansen. Dit pakket wordt per 4 jaar ingedeeld. Ja, het is een cyclus inderdaad. Ja, maar ik vind het eigenaardig om het voelt bijna als een soort straf. En dat vind ik een beetje raar. Dus ik begrijp niet zo goed hoe je ineens ertoe komt dat je zegt, ja, jullie krijgen 3,5 ton, nu krijg je niks meer. Dien maar niks in. Ja, omdat, nou ja, ik kan daar wel in begrijpen, omdat ze zeggen, het is een reële kans. Ja, en de reële kans is er of niet. En je hebt niet maar die is er op dit moment, kans. Hè? Die is er op dit moment. Ja, en daarom, daarom is het voor de aankomende cyclus, houdt het op. Maar denk je dat er iemand bij het NOC-NSF zit die een Nederlandse sporter kan opnoemen naast Serena en Robin, een Nederlandse badmintonner? Dat panel van all case managers, alle case managers die kunnen dat hopelijk wel, want dat plan met naam en rugnummers wordt aangeleverd door de bond. Ja, maar dan kom je dus, laten we even wat namen noemen, hè, want dan wordt het wat inzichtelijker voor iedereen. Dan kom je dus op het punt waarop je zegt, nou, we zien het voor de komende 4 jaar niet gebeuren. Dan praat je dus over mensen als Alissa, Brian, Thies. Dat soort mensen zeggen ze, jullie zijn kansloos, toch? Nee, jullie hebben geen reële kans op een mondiaal podium. Ja. Ja, dus dat is maar kansloos. Ze hebben nog steeds alle kans om het tegendeel te bewijzen. Ja, maar ze zijn wel ingericht op een bepaald proces daar. Ja, ik begrijp wat je zegt. Nu moet je opstaan, begrijp ik. Kijk, je hebt... Zeker ook bij Duinwijk en Almere... heb je perfecte faciliteiten om topsporter te zijn. Ja. Het zijn allebei pure badmintonhallen. Je kan, als je daar in de buurt woont... is dat ook allemaal prima te doen. Volgens mij kan je heel de dag door trainen. Ga het dan maar zelf doen. Ik hoor... heel veel kritiek ook op Papendal, op trainers op Papendal. Afgelopen jaren heel veel wisselingen geweest van coaches die weer ontslagen worden, die niet functioneerden. Ga het dan lekker zelf doen. Ja. Ga dat met badmintonners. Ga even bij elkaar zitten. Kom, we gaan daar trainen. Als jij een dubbelpartner hebt, ja, kijk, wij gaan gewoon zo trainen. We gaan het gewoon zelf doen. Ga bij een coach waar je vertrouwen in hebt. Ga een trainingsprogramma maken. Ga daarnaast naar iemand die verstand heeft van krachttraining, conditietraining. Ga daar naartoe. Zeg, joh, ik wil Olympische Spelen halen over 4 jaar. Ik ben badmintonner. Wat moet ik doen?
Ga desnoods nog naar een psycholoog erbij. En je kan dat gewoon allemaal prima zelf doen, zonder dat dat heel veel geld moet kosten. Want ik weet ook zeker dat Duinwijk en Almere, die wil dat prima faciliteren. Het is grappig dat je zegt, want dat heb ik gevraagd aan ze. Dus ik heb gevraagd aan de trainer van Duinwijk, in dit geval Jacco, van joh, ik zie wel een kans nu dat spelers die normaal altijd op Papendal trainden, ineens bij de club komen trainen. Iets wat je eigenlijk wel altijd wilde. Ja. En hij ziet daar eigenlijk minder mogelijkheden in. Mede door de afstand natuurlijk, hè, want ze wonen wel allemaal in Arnhem en omstreken. Je bent niet zomaar verhuisd. Ja, je bent wel zo verhuisd. Ja, nee, maar ze zullen waarschijnlijk niet, ook niet in Arnhem blijven. Nee, precies. Ja, ik had begrepen dat er op dit moment gezegd is, joh, we gaan natuurlijk, we gaan ons oriënteren op de toekomst. We gaan nu kijken van wat wordt het plan B. Daar hadden ze natuurlijk al enigszins naar gekeken. De kans bestaat dat we dus in de toekomst wel in Arnhem blijven trainen. Maar we weten nog niet waar. Hè? Dus het kan zijn dat we op Papendal blijven trainen. Het kan zijn dat we een andere hal in de buurt hebben. Maar ze willen het trainingsprogramma wel daar in de buurt houden. Want iedereen is daar gevestigd. Ja, maar dat, ik zou het niet doen. Maar ik zou lekker waar je vandaan komt. Want er komt niemand oorspronkelijk uit Arnhem. Ga lekker bij Duinwijk. Ga lekker bij Almere in de buurt wonen. En daar heb je badmintonhallen. En ga met die clubs in gesprek. Ik weet niet hoe dat zit. Wie de eigenaren zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat daar niets mogelijk is. En dan ga dan maar met een elite groepje het zelf doen. En kijk maar hoe ver je komt. Ja, het is wel een machtsmiddel, hè, dat NOC-NSF. Want je moet los dus van de faciliteiten, moet je ook gewoon voldoen aan de eisen van de NOC-NSF. Ja, dat is wel logisch. Ja. Het is wel logisch als ze niet zeggen van hier heb je geld, hier heb je hal faciliteiten en je hoeft er niks voor terug te doen. Ja, maar in de toekomst dus ook waarschijnlijk. Hè? Dus, dus als je geen geld krijgt en je wil toch op dat podium blijven spelen, moet je voldoen aan de eisen. Ja, maar dat is toch logisch. Ja, als ze, daar zijn eisen voor. Als NOC-NSF gaat toch ook niet onbeperkt maar geld erin pompen en dat er nooit een medaille uitkomt. Maar dat, vind je niet dat als ze dat niet doen, dat dan die eisen dus ook niet meer zo belangrijk zijn? Nee, ik vind dat je moet anders kijken. Ja, jij kijkt er. Nee, ik kijk er niet naar, hè? Nu, het is niet dat ik een mening vorm. Ik stel je vragen, ik probeer je te prikken. Je geeft wel heel duidelijk je mening. Maar dat is prima, dat is alleen maar goed. Maar het is toch ook logisch dat je iets moet aantonen voordat je geld krijgt. Dus dat je moet presteren en dan krijg je daar geld voor. Precies. Ja, ik snap wat je zegt, er wordt nu gepresteerd. Maar je kan ook zeggen, ja, er wordt niet gepresteerd, want jullie hebben deze faciliteiten al zo lang, maar nu zien wij geen reële kans om het binnen 4 tot 8 jaar iemand een medaille te halen op de Olympische Spelen. Dus je hebt eigenlijk niets met ons geld gedaan wat wij al jarenlang erin pompen, want over 4 jaar hebben we helemaal geen reële kans op een medaille bij de Olympische Spelen. Daarbij, spelen. Michiel, nogmaals, de prestaties van Selena en Robin, die doen er niet toe. Want over 4 tot 8 jaar spelen die niet meer. En dat weet de NOC en NSF ook. Dus we hebben het over Kirsten de Wit, Brian Wassink, Ties van der Lek en Alyssa Tirtsentono. Ja, dat zal de selectie voor over 4 jaar zijn. Ja, maar daar hebben we het over. En dan kijken ze gewoon naar ranking. Oh ja, Kirsten de Wit 109. Brian Wassink 97. Ties van der Lek 66ste met de mix. En Alyssa dan ook 66ste met de mix. En 79 met de dubbel. En dan kijken ze naar de resultaten van Ties met Alyssa in de mix. En dan 50-50 winst. En dan denken ze, ja. Maar je hebt nog 4 jaar om op te gaan. Oké, laat ik het anders zeggen. Als ik een investering zou doen ergens in. En ik heb er 12 jaar in geïnvesteerd. En dan denk ik van, nou ja, we hebben best wel wat mooie resultaten gehaald tot nu toe. Maar de komende 4 jaar wordt wel lastig. Wat ga ik doen met dat geld? En ik kreeg geld ergens anders in investeren. Nou, dat zou ik gedeeltelijk doen, ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik zou het niet in één keer helemaal wegtrekken. En alles wat ik 12 jaar lang heb gefundeerd, in één keer weggooien. Want dat is wel wat ze nu doen, toch, vanuit NOC-NSF? Ze trekken toch, als ze alles wegtrekken, trekken ze toch de hele fundering weg die ze hebben gelegd, 12 jaar lang. Ja, alleen NOC-NSF is natuurlijk niet de badmintonbond. Het is niet BWF. Zij kijken gewoon naar al hun eieren in hun mandje. En dat zijn behoorlijk wat sporten. En ze gaan daar. Ja, ik weet niet waar het geld dan naartoe gaat. Hè, dat weet ik niet.
Nou ja, volleybal, hè? Volleybal heeft het kantjeboord gehaald om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. En die krijgen tonnen erbij. Die krijgen extra geld. Dat is wel eigenaardig, toch? Een sport waar je net plaatst voor de Olympische Spelen, krijgt heel veel geld erbij. Ja, maar als ze kijken, dan verwachten ze dus dat die in de komende 4 jaar het nog beter gaan doen. Nog beter dan net plaatsen? Ja. Ja. Dus reële medaillekansen. Ja, reële kansen. Reële, ja. Geen reële medaillekans, toch? Als je maar, ja, net zo, nee, maar over 4 tot 8 jaar wel. Ja. Misschien hebben zij gewoon een hele jonge ploeg waar nog heel veel rek in zit. En die het dan toch nog nu net gehaald hebben. Maar het is koffiedik kijken, dat zie je wel met me eens, toch? Ja, het is verwachtingen. Waar je wel gelijk in hebt, en dat is echt maar een heel klein deel heb jij hier gelijk in, is dat het niet transparant is. Kijk, ik ben meer fan van volledige transparantie. En ja, waar baseer je dat op? Welke cijfers, wat moet er gehaald worden? Gewoon duidelijk, van dit moet je moet zoveel spelers hebben die top 50 staan. Je moet zoveel spelers hebben die top 60 staan. Dan kan je het gewoon toetsen daaraan. En als het dan nee is, is het nee. En dan zie je dat ook al ver van tevoren aankomen. Ja. Lijkt me ook wel een beetje demotiverend, jongens. Dan heb je dus best wel lang gebouwd aan zo'n koppel als Robin en Selena, die erin slagen, die fantastisch zijn, hartstikke goed. En die halen dan ook Olympische Spelen meerdere keren. Hè. Selena heeft er al een aantal keren in mogen staan. En dan vervolgens kan je weer opnieuw beginnen. Lijkt me zo demotiverend. Ja, maar dat is logisch, want sporters die gaan niet eeuwig door. Dus je moet altijd wel een keer opnieuw beginnen. Maar er is wel een enorm gat en daar mogen ze zichzelf kwalijk nemen. Dat mag badminton Nederland zichzelf kwalijk nemen. Want na Robin en Selena is er dus niemand met een hele medaillekansen. Dan wil ik weer een hele andere stelling erin gooien. En dat is dit erg voor badminton in Nederland? Nou ja, het gaat niet heel best met badminton Nederland. Ja, maar toch? Waar we het over hebben is top badminton. Ja. Maar dat zijn inderdaad, het zijn 4 mensen waar we het nu over hebben. En natuurlijk de jeugd die eronder zit, maar er zijn zoveel meer badmintonnende mensen die hier waarschijnlijk helemaal geen last van gaan hebben. Ja, klopt, maar dat is met iedere sport. Dan kun je hetzelfde zeggen voor voetbal. Dat betekent dus ook dat deel wat de badmintonbond zelf investeert in topsport, dat kan misschien nu naar de andere delen van de recreanten, de jeugdopleiding, misschien wordt de Eredivisie dan geen fars. Weet je, dus is dit niet een zegen voor het badminton in Nederland? En dan heb ik het niet over top badminton, maar gewoon de badminton. Met een hele mooie stelling, sowieso. Ja. Ik zei al tegen Russel, ik zei het zou wel mooi zijn dat degene die dus nu die op een andere manier moeten gaan sporten, hè, dus die niet zo geholpen zijn dan door de faciliteiten en het plan van Papendal, als die er dan toch bovenuit weten te stijgen, want dan hebben ze het wel meer op eigen kracht mogen doen. Dus daar mogen we dan wel weer trots op zijn, mocht dat ooit gaan lukken. Maar ik vind het een aderlating, maar... Het is jammer dat we zo'n mooie machine waarschijnlijk moeten gaan loslaten. Want we zeggen wel dat het zo is, maar misschien verandert het nog. Maar... Kijk, aan de ene kant is Papendal natuurlijk geweldig. Want je hebt perfecte faciliteiten voor topsport. Ja. Maar aan de andere kant, en dat is heel gevaarlijk voor mij om te zeggen. Want ik heb er een paar keer rondgelopen en ik heb het van verhalen gehoord. Ja, als ik die verhalen hoor en de keren dat ik er zelf rondgelopen heb, dan... spat die badmintonhal niet uit van ambitie om de Olympische Spelen te halen. Ja, ja. Ja, eens. Ja, het blijft ook gewoon heel moeilijk. Even een ander puntje, jongens. Iets wat... ik zit vol met irritatie weer tegenwoordig. Ik heb iets te hard gewerkt, denk ik, aan mijn huis. Ik ben een beetje moe. Lekker. Ja, krijg je van de lekkage, hè? Dan ga je lekker veel zijn zo in de irritant, podcast. Zo irritant. Ga je spuigen. Hey, maar de dampen zijn nog niet opgetrokken. De lijkengeur hangt er nog. En de gieren cirkelen over het Papendal heen. Terwijl er al vanuit alle kanten, ik zal geen namen noemen, wordt aanbevolen om Papendal en de Badminton Nederland Bond helemaal links te laten leggen. En misschien wel in een ander land te gaan trainen. Hier wat vinden jullie ervan? Kapot aan. Ja. Want die berichtgeving op social media is zo eenzijdig. En, het is toch lijkenpikkerij, of niet? En wij willen ons voor onze podcast, we zeggen het altijd, maar wel in ieder geval een beetje voorbereiden.
En na echt een hele dag een beetje gestruind te hebben op het internet, kwam ik niet heel veel verder. Maar die teksten die op social media worden gegooid, alsof ze alle ins en outs weten, ik erger me daar echt kapot aan. En één ding wat zeker is, is dat dat soort teksten niet helpen met de sport. Het draagt niks bij, toch? Nee, niks. Nee. En je creëert wel een beeldvorming waar heel veel mensen bij aan lezen, want je ziet die comments eronder en die gaan er meteen achteraan lopen. Logisch, want je ziet dat als enige nieuwsbron. Maar het is niet, dat zijn de feiten niet. Nee. En ik vind dat echt heel erg. Ja, en het ergste vind ik nog, iedereen mag afgerekend worden op zijn prestaties, behalve de personen die dat op het internet kwakken. Die maar hoeven geen prestaties te laten zien en die hoeven niks. Daar maakt het allemaal niet meer uit wat er gedaan is met de talenten die daar hebben rondgelopen. Maar al Papendal, verschrikkelijk. Bondscoach is al wat erg. En ik ben het gedeeltelijk eens, hè, want sommige dingen zijn gewoon wel echt gebaseerd op feiten. Dus niet alles wat ze zeggen is onzin. Maar dit vond ik wel een beetje lijkpikkerij. Nee, eens. En Michiel? natuurlijk kan het altijd beter en dat is logisch. Alleen, jeetje man, één negatief nieuwsbericht. Ook dit kan je weer anders opvakken van oké, we gaan er wat van maken met z'n allen. Of je maakt het kapot. Nou ja, het wordt duidelijk gekozen voor het kapot maken. Ja, er stond zelfs onder, dat vond ik echt heel schaamteloos. De een zijn dood is de ander zijn brood. Dat ik dacht van, oh, wauw, dat is wel heel erg direct, toch? Nou ja, Michiel verkondigt eigenlijk dezelfde boodschap, maar die verpakt het anders. Zo van, het is nu de kans voor iedereen om op te staan en het op een andere manier te proberen. Dat is natuurlijk wel zo. Wat denk jij, Michiel, dat er gebeurt met het Nederlandse badmintonlandschap als we dat gaan doen? Wat verwacht jij dan over 4 tot 8 jaar? Dat weet ik niet, maar ik zie het inderdaad meer als een mogelijkheid. En ja, er zijn al heel veel spelers die uitgewaaid zijn of gaan uitwaaien, die al niet meer op Papendal wilden trainen of zaten enzovoort. En ik denk ook echt dat het gewoon niet meer houdbaar is en was hoe er op Papendal getraind wordt en hoe dat allemaal op die manier gaat de afgelopen jaren. Ja, wij hebben natuurlijk al sinds dag 1 van de podcast hebben we kritiek op Badminton Nederland. En op Papendal, en dat is niet puur kritiek, het is opbouwende kritiek en het is hopelijk ook wel ergens op gebaseerd. Dus ja, ik als badmintonner en met enigszins dat ik denk dat ik er enigszins verstand van heb van hoe het allemaal gaat en wat er allemaal gebeurd is, denk wel gewoon van ja, dit is eigenlijk, is dit de enige optie? Ga ook maar een keertje opnieuw beginnen. Ga er maar eens een keertje opnieuw naar kijken. Gooi dat geld. Ja, het is alleen maar goed dat dat geld eens een keertje weggetrokken wordt. Want ja, als je ziet wat er met dat geld gebeurt, dan denk ik van ja, er staan er genoeg die gewoon echt niet die topsportbeleving hebben. Niet die topsportmentaliteit hebben. Spelers worden slecht begeleid. Het is allemaal maar houtje touwtje en aan elkaar knutselen. En gaan kinderen van 18 gaan naar buitenlandse toernooien zonder enige begeleiding. Ja, dat ga je met een hele groep vanuit Badminton Nederland naar een internationaal toernooi. Is er geen coach bij, niks, begeleiding, allemaal van dat soort dingen. En dat heb ik ook te veel gehoord de afgelopen, ja, wat is het, inmiddels 20 jaar. Ja, dat kan gewoon niet. Ga het maar op een andere manier fixen. Ga het maar met je eigen coach doen. Ga het maar meer zelfstandigheid creëren bij die S-1. En dat kan ook geen kwaad, denk ik. Vind jij dan dat er een kind van de rekening moet komen uiteindelijk binnen binnen de organisatie van BNL, bijvoorbeeld een technisch directeur? Nee, ja, ik ben helemaal niet die schandpaal, heb ik helemaal niet van. Ik ken ook heel die technische directeur amper. Ik vind het Niemand apart. kent hem. Ik vind het apart dat je een technisch directeur hebt die geen technisch verstand heeft van de sport waar die technisch directeur van is. Maar ja, ik heb nog nooit met hem gesproken, dus voor mij hoeft hij niet weg. Maar ja, Ja, maar het is wel eigenaardig. Je zegt, je bent een van de bekende gezichten nu in het Nederlandse badminton. ja, Je bent ook zeker. onderdeel van de enige en grootste podcast in Nederland die Ja, badminton ook. kent. Ja, zeker. En Allemaal je hebt waar. hem nog nooit gesproken. En we hebben hem wel Ja, gevraagd, heel lang. hij belt mij nooit. Nee. En we hebben hem heel lang als podcast gevraagd, Michiel. Misschien heeft hij. Ja, maar het is ook niet zijn taak om hier in de podcast te zitten. Het is zijn taak om te zorgen dat het allemaal goed gaat technisch bij het badminton. En dat ja, is naar mijn mening niet gebeurd.
Ja, dus kijk, mijn vraag opnieuw, vind je dan dat hij eruit moet? Ik ga niet over... ja, dat ga ik gewoon niet doen. Daar weet ik te weinig voor. Ja, misschien ik stel het gewoon aan iemand met een andere mening. Frank, vind jij dat hij eruit moet? Ik vind dat iemand best wel beoordeeld mag worden op wat je levert vanuit jouw taak en verantwoordelijkheid. En of dat nou betekent dat hij eruit moet naar wat... Dan sluit ik me aan bij Michiel. Ik weet daar te weinig van en ik ga daar ook niet over. Dus wij weten helemaal niet achter de schermen wat hij allemaal doet. Stel nou dat het de allerbeste TD is van de wereld. Maar de spelers ontbreken de mentaliteit waar Michiel het over heeft. Ja, dan kan je nog zo goed TD'en, maar dan haal je het alsnog niet. Ik weet niet of dat zo is. Ik weet niet of dat het geval is. Maar als je een plan met elkaar opstelt en je haalt het plan niet, dan moet er iemand wel verantwoordelijkheid gaan dragen. Ja. Ja, er zijn er maar een aantal natuurlijk, hè, die dat horen te doen, toch? ja. Jij zoekt naar een pittige uitspraak, want we moeten natuurlijk een titel hebben voor deze aflevering. Dat is mijn werk, hè, maar, deze podcast. Nee, maar even serieus. Ik hoor heel veel. Ik wat ben jij, Michael? ik hoor dat niet. Nee, maar ik hoor heel veel. Ik ben onderweg. Ik hoor heel veel mensen zeggen, of hoor jullie dan vooral nu zeggen, van ja, de spelers missen dan wel die topsportmentaliteit. Wat ik begrijp, en we zien ook geen directe resultaten van de toekomst, hè, wat een beetje koffiedik kijken is, maar waar ik ook wel in kan komen. Maar ik vraag me af of dan die topsportmentaliteit wel beschikbaar is bij degene die het programma moeten neerzetten, degene die ervoor betaald krijgen, degene die het uiteindelijk moeten begeleiden. En ik hoor ook heel veel van, ja, Papendal is niet zo lekker. Dus in mijn mening is het dan wel zo dat je op een gegeven moment wel moet zeggen, nou, als je dat systeem loslaat, dan moet je misschien wel wat meer loslaten. Ik ben het met je eens dat het inderdaad die DNA, die drang, die ambitie, die moet door de hele organisatie zitten. Dus van speler tot aan trainer, tot aan TD, tot aan bestuur, alles. Iedereen precies, moet het uitstralen. Daar ben ik het mee eens. Ja. En ik ben er ook niet op uit om iemand zijn plaatje, dat er iemand uit moet. Dat is echt niet mijn insteek. Dat is de titel van deze podcast. Open sollicitatie. Nou ja, het is natuurlijk wel eigenaardig dat je in deze situatie bent gekomen. En dat er blijkbaar niet genoeg mensen zijn die kunnen lobbyen bij NOC-NSF om dit in stand te houden. Of dat ze niet de skills hebben om dat te doen. Daar gaat het niet om. Er is gewoon te weinig geleverd. Er zijn gewoon te weinig spelers afgeleverd op wereldniveau. En afgelopen periode is dat wel gebeurd. Maar nu niet meer. Dat is toch niet wat ze zeggen? Jawel. Ze zeggen toch niet, jullie hebben niet genoeg spelers afgeleverd? Ze zeggen, we denken dat jullie in de toekomst niet genoeg spelers gaan afleveren. Dus je hebt niet genoeg spelers geleverd die in de toekomst gaan leveren op wereldniveau. Je hebt ze al vanaf jongs af aan, zijn ze bij de bond. En ze zijn ook al vaak vanaf hun, weet ik veel, 15e, 16e, soms iets later zitten ze intern of... En daarvoor heb je ze al dat je training geeft. Flora ging ook al op de 16e intern en zo al meerdere. Ja, dan zou je van die... Ja, met... Maar jij zegt die generatie die wordt hebben er we, die namen hebben we genoemd. Ja, dan hebben ze daarin gefaald. Of ja, er zit ook gewoon echt nooit meer in. Ze had nooit meer ingezeten. Dat kan ook. Maar dan moet je ook zeggen van, hey, deze generatie zit niks in, zit het er niet in, dan proberen we het over 4 jaar nog een keer. Daarom is het ook zo lastig om te zeggen van, de TD heeft gefaald. Want je kan ook, het kan ook maar wat Franklin net zegt, misschien is het wel de beste TD ooit voor badminton Nederland. Maar in deze generatie heb je gewoon net even dat het er niet in zit. Dat is ja, heel moeilijk om met zekerheid vast te stellen. Ja, voor het moeilijk om een prikkelende uitspraak te krijgen van jullie. ik denk wel dat we kunnen concluderen dat... we hebben het er al over gehad. We doen deze podcast een jaar of twee. Het aantal leden van BNL is afgenomen. Het aantal mensen die badminton is afgenomen. Het topsportprogramma staat nu op losse schroeven. We kunnen wel zeggen dat badminton in zwaar weer zit, toch? Misschien hadden wij gewoon niet met die podcast moeten beginnen. Want sinds wij die podcast beginnen, gaat het alleen maar slechter. Ja, sinds Russel weg is eigenlijk. Ja. Dat is wel... Ja, maar dat zo iemand
binnen Badminton Nederland, zo'n boegbeeld van Badminton Nederland gewoon emigreert. Ja, belachelijk. Dat is ook heel slecht voor de badminton sport. Ja, ik zie alleen maar hele slechte social media shit van hem. Dus, overigens, afgelopen jaar is badminton is ledenaantal wel gegroeid. Ik wil die correctie net maken. Want volgens mij gaat het juist, is het voor het eerst in 10 jaar dat het in de lift zit. Ja, maar het is juist ook goed. Want er zijn hele goede programma's. Hè, Bamito. Hele positieve dingen. Waardoor, en daar moet je beginnen. Dat ene groot, geel, weet je, dat beach badminton. Dat was ook wel echt goed. Iets met luchtslaan. Air badminton. Geweldig initiatief. Ik zag een fantastisch social media stuk. Michael, mag ik jou wat vragen? En je hoeft niet te antwoorden als je niet wil. Maar... Ja. Heeft Meertje Loos al wat gehoord over hoe het er nu voor de komende jaren aan, wat kan zij verwachten? Is daar al bericht over? Ja, ze hebben een... Ik kan natuurlijk niet... Dat hoeft ook niet. Heeft ze iets gehoord? Ja, ze hebben direct daarop volgend eigenlijk een gesprek gehad op Papendal. Waarin ze zeiden van, nou ja, dit is... ik zat me even plat voor woorden. Dit is niet zo leuk. Dit is een beetje kut. En we gaan nu kijken naar wat we nu gaan doen. Daar komt eigenlijk op neer. Ze worden ingelicht. Ze worden dat is het eigenaardige ervan. Want als je nu de algemene... Ik zag nog een andere vraag staan in de chat over persoonlijke prestatieplan of ontwikkelingsplan. Ze worden natuurlijk best wel goed begeleid op Papendal. Het is niet zo dat ze aan hun lot worden overgelaten. Dus het programma aan zich is helemaal niet slecht. Maar wat je zegt, Michiel, misschien loopt er net niet die lichting rond. Dat kan. Ik denk wel dat er heel veel mogelijkheden liggen die onbenut zijn. Daar moeten ze wat meer mee gaan doen. Dus ik ben helemaal niet zo anti-Papendal. Ik weet ook niet of dit nou een slecht ding is of een goed ding. Dat durf ik ook niet, want ik ben het gedeeltelijk wel met elke verandering is wel een beetje leuk, toch? Ook al is dit een negatieve verandering. Dus er breken andere tijden aan met nieuwe uitdagingen. Ja, het is een verandering. Ja, wel ergens op gebaseerd. Dus dan sta ik er wel positief in van. Ja, zoals het nu gaat op Papendal en zoals deze lichting dus blijkbaar niet goed genoeg is, ja, is het ook wel eens goed om het op een andere manier te proberen. Ja. En kijk maar, misschien zeggen we over, weet ik veel, over 4 jaar wel van, wat de NOC-NSF zei, we hebben hier 3 koppels op de spelen en dit is allemaal veel beter dan in de tijd van Papendal. Ja, maar stel hè, Michiel, stel. Stel, dat zeg ik wel interessant. Stel dat dat nou gebeurt. Ja. Dan moeten ze toch hun woorden echt inslikken, toch? Ja, maar dan kunnen ze zeggen, prima, zonder geld doen jullie het beter. Dus we blijven geen geld geven. Dan krijg je in de volgende cyclus krijg je weer het geld. En dan heb je het als sport gewoon heel goed gedaan. Ik vind dat dit een signaal is aan ons als Badminton het Nederland. Schouders eronder en bewijs maar inderdaad aan NSC-NSF dat we het ook kunnen zonder dat geld. Zonder die 3,5 ton. En als we er dan toch komen, dan word je weer ondersteund en dan krijg je weer alle mooie faciliteiten. Met de hoop dat je dan doorontwikkelt. En niet zoals nu, dat het dan minder wordt. Ik ben helemaal met je eens, Frank. Ook met Michiel. Ik ben helemaal met jullie eens. Maar er is wel één groot ding. Iedereen die nu in dit programma zit, leeft op Papendal. Woont in de buurt van Papendal. Gebruikt deze faciliteiten al heel erg lang. Ja. En het komt er dus op neer. Ik geef maar een voorbeeld. Mijn dochter of een ander. Die moet straks gewoon uit dat kamertje weg. Het is niet alleen maar het geld. Maar weet je, dat is toch helemaal nog niet zeker? Ja, die plek, die hebben ze straks waarschijnlijk gewoon niet meer dan. Ja, maar dat weet ik niet zeker. Dit is een beetje koffiedik kijken. Maar de kans bestaat wel dat ze daar weg moet. Ja, tuurlijk. Okay. Maar dat is toch ook enorm vervelend. En dan? Nou ja, dan heeft zij goede ouders. Nee, maar hebben ze niet allemaal, Frank. Als Nederland gewoon mensen op de Olympische Spelen afgeleverd terwijl ze gewoon thuis woonden, hoor. Klopt, maar die zaten nog niet in dat pakket toen. Nee. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ze hebben toen, en Robin zei het ook heel goed. Hij zei, ja, uit die periode, daar is wel wat gemist. He, dat zei hij heel goed. Hij zei, die periode dat we daar vorige keer in zaten, zeker die beginperiode, daar zie je wel een gat. Ja, tuurlijk. Ja, dat is logisch. Dus het bouwt nooit op. Het breekt eerst iets af. Het breekt eerst iets af, ja. Ja. En dat gat, dat is niet zo mogelijk. Allemaal om er wat moois van te maken. Ja. Maar het is toch niet zo dat al die, laat ik het kinderen noemen, want voor mij zijn het ook wel redelijk kinderen. Zelfs de Alissa's en de Ties zijn nog steeds kinderen voor mij. Het is toch niet zo dat als zij, volgens mij...
geldt het ook niet voor iedereen, want die hebben allemaal al hun eigen appartement buiten Papendal. Klopt. Dus het is een beetje onzin wat ik aan het praten ben, maar dat is wel vaker zo. Het is ook niet zo dat al de mensen die nu op Papendal zitten, dat ze die kamer uit moeten, dat ze op straat komen, toch? Nou, het zijn twee delen hè, die ze hebben. Ze hebben 350.000 euro aan investering. Om die topsport neer te Michael, zetten. Ja, maar het is toch niet zo dat Meerte zo de kamer uit moet op Papendal, dat jij zegt, joh, vervelend meid, succes ermee. Nee, dus, dat snap ik. Dat snap ik. Maar dat ben ik. Geen enkele ouder zegt toch, oh, je zat nu 2 jaar op Papendal, dus je bent niet meer welkom thuis. Ja, maar als jij nu, jij hebt duidelijk geen kinderen. Als jij nu een kind hebt van 20 of 22 of 24 en die wil het huis uit. Hoe lang denk je dat het kind bezig is om iets te vinden? Ja, maar daar heeft iedereen last van, Michael, in Nederland. Snap ik, alleen die zitten niet allemaal in een topsportprogramma waar continuïteit belangrijk is, waar regelmaat belangrijk is. Nee, maar ja, die werken en studeren. Ja, dat is veel... Maar wat doe je in die tussentijd? Gaat ze vanuit Beierland commuten naar Arnhem, of? Ja, weet ik veel. Dan mag ze lekker zelf weten. Is ook niet jouw probleem. Maar in de basis... Je kan toch niet... je kan wel medelijden hebben. Maar je kan toch niet zeggen van... Nou, de wereld vergaat voor deze mensen. Jongens, wat verwachten jullie eigenlijk? Dat door deze ontwikkeling... Ik verwacht misschien nog wel een scenario... waarin er juist een leegloop ontstaat. En waardoor eigenlijk al onze toppers... besluiten om hun trainingen inderdaad... over de grens te gaan halen. Dus misschien verlaten alle goede spelers ons wel voor Denemarken of voor een Duitsland of voor Frankrijk. Misschien nog verder weg, Frank. Ja, nou. Als je ergens een verdwaalde grootvader hebt, kan je daarvoor uitkomen voor dat land. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ik denk dat. Maar ik denk wel wat Franklin zegt. Is dat wel een reële kans dat mensen die al twijfelden nu zeggen van ja. Laat ik er ook maar mee stoppen, want ja, het ging ook niet. Ik sta nog steeds niet hoog op de wereldranglijst. Ja, weet je, laat me zitten. Ja, dat denk ik ook. Dat kan. Ja, ik weet niet wat er met die mensen gaat gebeuren. En ik denk dat het nu is aan deze generatie. Dat is mijn verwachting. En ik hoop echt dat ik ongelijk heb. Maar de generatie die er nu staat voor 2024, ja, die gaat het heel moeilijk krijgen. En de generatie daarna heeft misschien nog een kansje om nog wat op te bouwen. Want die hebben gewoon meer tijd. Maar ik denk dat het nog wel... misschien de tweede generatie of de generatie daarna... die kunnen pas weer gaan bouwen echt. Maar Michael, het is toch niet... Kijk, ik snap... Het is nu 2024. We hebben het over de Spelen van 28 waar het over gaat. Hè? Als jij... Stel, jij moet nu Papendal uit. Ja, is dat even vervelend? Heb je misschien een paar maanden nodig om... dat allemaal te regelen. Zeg een half jaar. Kan je in januari 2025 werken aan de zomer van 2028? Nou, ik ben niet heel goed in rekenen, maar dan heb je 3,5 jaar de tijd. Ja, dat heb je nog toch ruim de tijd om voor die Spelen te gaan. Dat is maar toch niet dit is dat, dus dat... waarom jij nooit bent uitgenodigd op Papendal, Michiel. Ja, die faciliteiten, dat hele programma, nogmaals, ik zit er ook niet in. Hè, dus, maar die cohesie van het programma is zo belangrijk, denken ze. Hè? In ieder geval voor andere sporten. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Maar... Nee. Ik waarschijnlijk ook niet, denk ik. Er zijn toch ook heel veel sporters die... ook de Olympische Spelen halen of ook de wereldtop halen in veel moeilijkere sporten ook, waar veel meer concurrentie in is, die ook niet tennis. Op Papendal zitten. Tennis, andere, daar heb je natuurlijk... tennis is misschien wel het beste voorbeeld, omdat je bij voetbal, dan zitten ze gewoon bij de club en dan hebben ze daar alle faciliteiten. Maar tennis moeten ze inderdaad alles zelf doen. Daar moeten ze hun eigen coach regelen, daar moeten ze hun eigen... Het is toch ook hun sparring moeten ze regelen. En er zijn natuurlijk ook veel meer spelers, hè? Die tennissen. Die concurrentie is enorm, ja. Ja, en er zit meer geld in. Dus zit meer geld in. Het is niet dezelfde situatie, maar het is nu wel de sterkste zullen gaan opstaan. En als je, het is wel een beetje Darwin-esque. Jij ja, een beetje wel. Is dat een goed woord, Franklin? Jij bent de hoogst opgeleide hier van ons. Ja, dat is een goed woord. Dankjewel. Ja, heb ik een andere vraag dan? Want wij zijn een tijdje geleden, het is meer aan jou gericht, Frank. Als je niet op Papendal traint, dan is het nog moeilijker om er te komen. Je ziet maar weinig badmintonners in dit geval, die er op eigen kracht komen. Dat hebben we toch ook geroepen een paar jaar geleden? Er zijn er niet veel, nee. Nee. Ik denk dat... De laatste die het echt zelf probeerde was Erik Meijs, denk ik. Ja,
Daarvan weten we niet helaas wat er mee zou gebeuren. Nee, dat weten we niet. Nee. Maar die heeft echt geprobeerd om het los zelf te doen. Nou ja, Joran Krekel gaat het nu natuurlijk doen. Ja, maar dat is ook weer anders dan in de tijd van Erik. Erik had echt op de tennismanier zijn eigen team samengesteld. Dat heeft eigenlijk op die manier heeft nog nooit iemand het gedaan. Nee. Niet voor hem en ook niet na hem. En Joran die sluit zich aan bij de Peter Gede Academy. En dat is dus ook weer heel anders dan de situatie van Erik Meijs. Erik Meijs was echt, ik ga mijn eigen trainers en had hij ook per dag een andere trainer, een eigen fysio, eigen psycholoog, allemaal een heel team. Eigenlijk à la tennis inderdaad, waar ook al die spelers heel een eigen team hebben. Ja, en dat is wel heel moeilijk om te creëren natuurlijk. En die moest dan ook nog eigen sparring regelen, want ik kan me nog herinneren dat ik daar ook wel eens voor gevraagd was en dat hij dan inderdaad in een, ik weet niet meer welke hal dat was, maar dat hij dan zei van ja, ik heb nog sparring nodig die dag, die hal, zo laat. Dat vergt wel heel veel en heel veel mensen om je heen en ook heel veel geld om dat te kunnen financieren. Ja, maar dan kom ik weer terug op jouw punt, Michiel. Dus degene die dit gaan doen en hier bovenuit stijgen, nou dan wil je het wel echt verdomme, die interne motivatie, die intrinsieke motivatie is heel hoog. Ja, klopt. En ja, ik weet niet hoe dat destijds bij Erik zat, maar ik denk ook dat heel veel trainers dat toen niet zeiden van ja, dat is leuk dat je dat wil, maar ik wil wel 100 euro per uur hebben. Ik denk dat wel dat ze met hem samenwerkten en dat al ook nog voor een schappelijke prijs was destijds. Dus dat je moet wel gepassioneerde mensen die dat ook enigszins vrijwillig zeker willen zeker doen. Mannen, ik heb het idee dat we hier nog 3 uur over door zouden kunnen praten. Maar gaan we niet doen, want ik wil nog een ander puntje aanhalen waar Michiel over begon voor de uitzending. Het NJK, Michiel. Ja. Fantastisch. Wat is je opgevallen? Ja, het enige wat me echt opviel was dat er bizarre uitslagen waren in sommige finales. En dan weet ik het niet uit mijn hoofd, maar ik zag wel uitslagen in finales van 21-4 of 21-6. Ja. Dat viel me extreem op. Ja, ik heb het ook niet gekeken. Heb jij gekeken, Frink? Nou, ik heb natuurlijk wel de prestaties van van de spelers van mijn club in de gaten gehouden. Welke club is dat? Ja, dankjewel. Velo Badminton uit Wateringen. Wateringen, ja. Ja, want dat was ook een toernooi gaande, toch? Ja, daar was het RJC bezig, het regionaal jeugdcircuit. En waren de uitslagen dan in de finales ook zo groot? Nee, niet zo groot. Okay. Maar wat zegt jou zo'n uitslag dan, Michiel? Is dat dan goed omdat iemand heel goed is? Of is het slecht omdat het niveauverschil dan gigantisch is? Ja, neig naar het laatste. Okay. En dat is natuurlijk wat je al jaren ziet. Er is gewoon veel minder concurrentie. Ja, dat zegt ook genoeg dat er zulke uitslagen, dat was in onze tijd niet. Laten we het zo, laten we het daar. Ja, omdat je gewoon een hele brede top had. Ja, en nu heb je geluk als je één iemand in je lichting hebt die het kan. En die is dan ook veel beter. Ja. En we zijn ook een jeugdtalent verloren aan het voetbal. Trouwens. Is dat zo? Ja. Een van de grootste talenten van de badminton van de afgelopen jaren. Die staat binnenkort in de basis bij Ajax. Bij Ajax, ja. Ja, en wat was het Nederlands elftal? U17 of U15? Ja, hij zat al in het Nederlands team. Ja. En hij ging geloof ik van hij ging van Almere naar Ajax of zo. Ja. Nou, wie heb je het? Ja, dan ben ik altijd bang dat ik zijn naam verkeerd zeg. Ja, probeer het. Het is sowieso Koenterpaai, maar kijk, huppakee. Maar Sam, de zoon van Don. Sam Koenterpaai, ja, toch? De zoon van Don en Gita. Don, ja. Wat natuurlijk wel, die is natuurlijk al geboren met meer badminton talent zeker dan wie dan ook. Maar ja, dat is aan de ene kant weer jammer voor het badminton, maar ja, ik ben ook als Ajax-ziet wel heel blij dat hij naar Ajax gaat. Want ja, ze kunnen daar wel een middenvelder gebruiken. Ja, wil je nog over Ajax praten of niet? Nee, nou, maar ik het wel over extreme uitslagen wil ik het nog wel even hebben. Ja?
Want ik zag ook een uitslag op toernooi.nl voorbij komen van ene Franklin Telwin die zich veel te laag heeft ingeschreven bij een padeltoernooi. Dat is gewoon een schandaal. Maar ik hoorde dat dit niet de padelpodcast was. Ja, ja, maar we gaan toch een beetje padel bespreken. Want ik heb, als we toch die uitslag wil ik zo weten, Michiel. Maar ik ben even gaan kijken bij Michiel. Ik was door het klussen een beetje door mijn rug gegaan. En ik kan wel even wat vrijnemen nu. Dus ik ga even naar padel kijken. Maar ik heb dus nog nooit zoveel ballen uit het veld gezien zien worden geslagen. Ze waren echt goed. Ik vond Michiel heel stabiel. Zijn collega Bastiaan, help me even Michiel, klopt hè? Bastiaan, hè? Nee, niet Bastiaan. Nou, hoe heet hij? Braaien. Oh, ja, dat scheelt niet veel. Ja, dat was wel met een B. Maar ja, om de een of andere reden gaf de tegenstander elke bal een beetje te hoog aan. En konden Michiel en Braaien volledig eruit slaan. Michiel is echt heel goed. Ik ben een keer... Hij had een keertje tegen hem gepadeld. Nou, dat is echt niet... Ik heb met schaamte op de baan gestaan. Daarom heb je je nu ingeschreven in de Heren Dubbel 7. Kan je niet maken, ja, joh. Ja, even gewoon op mijn eigen niveau. Even aarden. En hoeveel was het, Frank? 6-1, 6-0. Ja, je kan je toch niet maken. Die arme mensen daar. Ja. Gaat hij voormalig top badminton. Gaat Heren Dubbel 7 spelen. Kan je niet maken. Moet ik weer, Michiel. Ja, Jongens, we zitten traditioneel weer over een uur en ik wil nog antwoord geven op één vraag. Komt badminton in Zeist volgend weekend, zaterdag 29 juni, naar de openbare jaarvergadering van BNL? Kunnen we kort in zijn, Jeroen? Nee. We zijn er voor badminton. We willen graag praten over badminton. En we hopen eigenlijk dat dit geneuzel snel voorbij is. En dat we weer over badminton gaan praten. Ik ben wel heel benieuwd of er echt iets gaat veranderen. Of dat... ze toch op een of andere manier op Papendal blijven. Want het is vaak dit soort dingen en uiteindelijk verandert het dan niets. Maar het lijkt me wel, ik ben wel heel benieuwd. Spannende, interessante tijden, denk ik. Ja, zeker voor jou, Michael. Want, voor mij valt het wel mee, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, ik kom op. Gaat de soep wordt niet zo heet gegeten als dat hij wordt opgediend. Je bent uur lang boos op iedereen en je vindt dat de TD... per direct ontslag moet nemen. En nu doe je alsof Ik vind niet dat iemand ontslag moet nemen. Ik ben ook niet boos op iedereen. Ik vind alleen eigenaardig dat je wordt afgerekend op resultaten die je misschien wel of niet gaat halen. Die je waarschijnlijk niet gaat halen. Dat vind ik een mooie conclusie. Want daar ben ik het wel helemaal mee eens. Dat het raar is dat je nu gewoon een koppel aflevert met medaillekansen op de Olympische Spelen. En dat ze gaan gissen in de toekomst van, ja, we denken dat dat over 4 jaar niet zo is. Ja, precies. Heb dan in ieder geval een logische traject met een meetmoment over 2 jaar. Want ik vind dat als je nu nog een koppel aflevert op de Olympische Spelen en je krijgt dan ineens niets meer, dat ben ik wel met je eens dat dat enigszins twijfelachtig is. En dat je dan makkelijker een meetmoment gaat kunnen hebben in 2026. En dan kan zeggen van ja, nu staat er helemaal niemand op kwalificeren. Dus we trekken de stekker eruit. Dat had logischer geweest. En dan is het ook makkelijker om te zeggen van... Hey, kijk, jullie hebben niemand afgeleverd op de Spelen. Dus we stoppen met de subsidie. Dat is allemaal veel logischer dan wat het nu gaat. Ja. Ik voel me toch gelijk een beetje meer verbonden met je. Franklin kijkt nog een beetje twijfelachtig. Maar... Nee, dat is gewoon niet waar wat je zegt, maar oké. Dat vind je waarom, niet waarom is het niet waar? Ze kijken alleen maar naar... Het maakt niet uit, hadden we er nu 6 afgeleverd. Maar nee, dat snap ik. Ik snap het. Dat snap ik wel. Maar het gaat mij erom dat ik niet eens ben met het proces. Ja. Oké, Frank. Even een hele andere vraag. Stel, we gaan nu naar de Olympische Spelen. Hè? Over, wat is het? 6 weken of zo begint het. Ja. En we halen daar 23 gouden plakken en 27 zilveren plakken. Ja. Wat niet kan, dat begrijp ik. Stel je voor, je wint 5 keer goud op de Olympische Spelen nu. Met allemaal mensen van 36 die allemaal stoppen. Ja. Ja. Vind je dan wel of niet dat er geld moet blijven komen voor badminton? Maar die medailles worden gehaald door andere sporten. Nee, door badmintonners. Er worden nu, deze Olympische Spelen, stel je voor dat er allemaal mensen zeggen die
ik stop na deze spelen 100% zeker. Ja. En die winnen alle gouden medailles van badminton. Ja. Alle vijf. Al het goud is op thuis. Wel. Nou, en dan zou de commissie van case managers, die kijkt dan naar wat zit daaronder. Wie volgt die 36-jarige op? En hoeveel staan ze? Wat hebben ze gepresteerd? Wat gaan ze presteren? Gaan ze niet halen? Dus ondanks dat je nu 36 keer goud hebt gehaald, stoppen we de financiering, want we geloven er niet in. Conclusie, badminton is een heel dun lijntje, toch? Je merkt dat Franklin een echte bestuurder is. Ja, dat hoor je aan alles. Ja. Ik kan me niet voorstellen ook dat je in de publieke opinie ermee weg zou komen als je net 86 gouden medailles hebt gehaald. Joh, boeien, 3 kilo aan goud. Publieke opinie. Dat is één kansloze podcast en iemand die vanuit Vietnam op social media dingen post. Dat is de enige publieke opinie die er is in badminton. Ja, dat is waar. We zijn een kleine sport in Nederland. Even een laatste vraag, jongens. Dan gaan we afsluiten. Weer een laatste vraag? Ja, laatste vragen. Ja, ik blijf er vragen komen. Maar we hebben deze week geen coaches gedaan. Dat kwam eigenlijk ook een beetje door het onderwerp. Maar wat doen we volgende week? Ja, we gaan gewoon door met ons programma. Dat wij alle coaches een keer op tijd willen spreken. En dan mogen ze een team gaan introduceren. Ja, we hopen volgende keer toch wel weer een coach te kunnen spreken. En welke coach wil je? Ik wil het liefst gewoon de volgorde van de ranglijst van afgelopen seizoen aanhouden. Dus van onder naar boven dan? Ja, want we hebben natuurlijk Paul Vennekes gehad die BC Smashing representeerde. Dan hoop ik toch echt op Lars Heijblom van Roosteren. Oké, nou. Nog iets toe te voegen, jongens? Dus Michiel, als ik serveer, hè, moet ik dan naar voren oplopen? Meteen? Ja, daar komt de tune. In de heren dubbel 7 niet, man. Blijf maar gewoon staan. En die lopjes. Toch voor de smash gaat dat? Of toch de Vibora? Wat is dat nou eigenlijk? En die van Vandega, ik heb geen idee. Vandega is een dienblad. Dienblad? Dienblad in het Spaans. Slijtje. Oh, echt? Oké, okay. Nice. Thank you.